Goedemorgen! Dit wordt een superleuke vlog, hoop ik, want ik ga naar Parijs voor Fashion Week. Wat natuurlijk een mega spektakel is en altijd een grote eer. En ik heb helemaal kriebels en vlinders in mijn buik van alle mooie creaties die we gaan zien. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik ga met L'Oréal om de collectie die ze samen met Balmain hebben ontworpen te lanceren en te vieren. Dus dat wordt extra feestelijk, denk ik. Ik heb er heel veel zin in en ik neem jullie nu mee naar Parijs, waar we beginnen met een bezoek aan het L'Oréal Beauty Lab, waar ze alles uitvinden. We zijn in het L'Oréal Lab en we hebben deze dingen aan en de meest gruwelijke schoen ooit. Dit is op zich wel een mode-experiment waardig, want wie weet als we dit allemaal aanhouden en naar de shows gaan. Girls, girls, girls. Yay! En Nora Chaser! Met nieuw haar. Dit is het leukste ooit. Hey. We gaan onze eigen lipstift maken, wat natuurlijk het allerleukste is. Met een Balmain shade als inspiratie die we dan helemaal kunnen tweaken. Ik voel me net Dexter in een lab. Ik ga met deze glitter bij mijn eigen lipstift. So mooi! And here are our matte shades, so you can see. Wow! Soulful Pleasures! And I just wanted to tell you guys, in terms of all the hard work and the love that was put into this project. So I have to say that in terms of the 12 shades, I'm super, super proud of them. There's three tribes in the collaboration. The first one is in the center here, is the Couture tribe that you see, with Doutzen and Lara, etc. We have the Rock tribe, which is in the blue case. And then we also have the Glamazon tribe, which is in the green. We made it to the show! Fantastische, wat is dit eigenlijk? Een soort museum, paleis? Ja, nee, dat is de Academie van de Nationale Museum. Dat lees jij nu gewoon. En Olivier van Balmain, de hoofdontwerper, die staat daar nu op een soort dakje uit te kijken over de menigte die zich heeft verzameld. Gekke huis. Moment. En ik heb er zoveel zin in. Het is echt een magisch gevoel om hier te zijn. Echt, je voelt gewoon de energie in de lucht hangen. Ja. Dat mensen naar iets toe leven. Dit was echt waanzinnig, zo ontzettend mooi en ook echt heel tof om hier te zijn, want we zijn natuurlijk in Parijs omdat L'Oréal een collectie met Balmain heeft gemaakt met hele funky lipstiften. Dus om het nu allemaal in real life samen te zien komen is wel mega cool en alle topmodellen en zulke mooie creaties met zoveel aandacht gemaakt, het is echt te gek. Even een 3 seconden check-in stop bij het hotel en we zitten in het W en het is hier fantastisch! Zo groot! Ik heb weer een lekkere eigen suite in mijn leven. Oh. En een insane badkamer. Hallo, hallo! Mega bad ook zo even draaien. Ik hoop niet dat jullie duizelig worden. Ik ga heel snel wat spullen pakken en dan moeten we weer weg. En dan nu op naar de Carvel Show. Een van mijn persoonlijke ultieme favorieten en groot lievelings van Alexa Tje. Het is hier best wel chaotisch en iedereen probeert naar binnen te komen. Achter mij zie je allemaal rijen en beveiligers. Ook al staan knappe mannen in pakken ook. Dit is wel een lekker leven. Het
me snel opgemaakt. Nou, eigenlijk heb ik gewoon heel sloom gedaan. Mijn haar gedaan. Joekels van oorbellen in. En een mini dress. Met velvet en luipaard. Dat leek me wel lekker bal, man. Nu ga ik even wat bal met spul in mijn haar doen. En dan ben ik good to go. Ik spray dit altijd gewoon een beetje in het wilde weg eigenlijk. Maar het is wel heel lekker spul. Staan we dan! Chel ook lekker vlogcameraatje in de hand. We staan nu te wachten op alle L'Oréal Paris busjes die ons de hele dag rondrijden. Het is zo heerlijk. En Chel, wat heb je voor make-upje op? Zo mooi. Ik heb grijze lippen. Ik heb die camel kleur gedaan. Met een beetje nude. Oh, mooi. Zouden jullie dit durven? Urban, hè? Ja, het is stoer. Ja, het is niet iets wat je zeg maar snel zou doen. Heb je nu naar de Albert Heijn aan? Nee. Maar ja, weet je, als je zo'n gek in Nederland zeggen wij dan voor de koop. Ik moet wel wennen, maar dat is wel mooi. Ja. In het hotel en ik ben mijn make-up eraf aan het halen en nu ga ik lekker in bad en een gezichtsmasker op doen. Ook al is het 2 uur 's nachts. Een paar uurtjes later ben ik wakker, met moeite moet ik zeggen, en zit ik in mijn prachtige kamer te wachten tot de make-up artist komt. We krijgen een soort glam squad, wat er zo cool is en zo Kardashian-achtig dat ik het gewoon fantastisch vind. I'm makeup by Kelly McLean and I'm from the USA. Yes! En ik krijg hele mooie knallende ogen. Ik ben nu al fan. Everything starts with skincare. So if you take care of your skin, then you're gonna always have a good canvas to put on makeup. The makeup will sit nicer on the skin. Hydrating, hydrating, hydrating. En nu de haartjes. Hello Laurent. Hello. Hello Yara, how are you? Good. Is it okay? Yes, I love it. Very rock and roll. En Elnette, of course. Of course. Dit is echt een klassieke haarlak. Yes. Je ruikt gewoon die geur bij alle shows. Het is zo grappig. Zo'n heel typische poederige geur. En dat hangt gewoon backstage overal. Het is zo tof om zo helemaal geprept te worden. Ook volgens de visie van deze mega experts. Ik ben helemaal happy. Is toch hilarisch. Ik zit hier in mijn eentje. Aan een bureau met al dit eten, met dit uitzicht. Wat fantastisch, echt een geluksmoment. Ik heb helemaal niet meer zoveel tijd, maar ik wil dit echt even in me, op me in laten werken allemaal. Heerlijk! Ik vind echt deze make-up zo mooi gelukt. Ze had een half uur de tijd, dus ze heeft alleen mijn ogen gedaan en ik heb zelf mijn huid even gedaan. Die er best wel rustig uitziet op het moment. Ik ben heel blij en ik weet niet hoe het komt. Ik doe namelijk niet specifiek iets. Ik word heel veel opgemaakt voor de tv-programma's. Dus ik heb geen idee, maar het is wel heerlijk. Maar ik vind dit zo mooi. Het is gewoon de profi-versie van wat ik zelf altijd doe in principe. Met iets meer paars tinten ook. Het klinkt natuurlijk van wow, doe je rood, oranje, paars op je ogen. Maar het knalt er gewoon uit. We gaan zo meteen naar de Ungaro-show. En dat wordt ook een spektakel, want dan mogen we ook backstage. Ik moet alleen nog even bedenken wat ik aandoe. Oh my god. We gaan nu naar de L'Oréal winkel op Rue de Saint-Honoré. En daar hebben ze dus gewoon een hele store met alle eigen make-up die je maar kan wensen. Ook limited editions die speciaal voor Parijs worden gemaakt elke maand. Dus ik ben zo benieuwd. Ik wil hier echt al sinds vorig jaar heen. En het lijkt me echt een snoepwinkel, dus ik heb er heel veel zin in. Even kort wat ik aan heb. Een Army bomberjackje van Philippe K.
en een jurk met velvet van de Zara. Met een soort vlindermouw en dan sla ik dit straks over mijn schouders. We gaan nu iets heel leuks doen, namelijk Chelly. Hi Chel! Hi! Die gaat ons... lekker liefst hier. Ja, wel heftig hè? Die gaat ons, mij en Sylvana van L'Oréal, helemaal een customized make-up pakket uit L'Oréal boutique samenstellen. Met foundations, blushes, oogschaduwkleuren, alles, alles, alles. Dus dat vind ik heel te gek. Alles, alles, alles. Backstage zijn we nu in een prachtig Frans appartement waar een L'Oréal studio is, waar ze heel veel content maken. En dan gaan we met spullen experimenteren en filmpjes opnemen en dat soort dingen. Spannend, we gaan de Ungaro show in. Zin in! Super lekker. Goedemorgen. Het is de laatste dag. En eigenlijk was die gisteren al. Maar in een soort YOLO moment heb ik besloten een nacht langer te blijven. En toen ben ik bij Anne komen logeren in het Hoogsten in Parijs. Wat net nieuw is en er fantastisch uitziet. En toen zijn we lekker gisteravond uit eten gegaan. Dus met Nicole en Anne en Victor. Echt reuze gezellig. En nog meer lieve mensen. En nu hebben we dus een soort van een dag vrij. Ik ga mee naar één afspraak, een buying afspraak van Alexa Chung. Mega cool. En dat doe ik in mijn nieuwe teddybomber. Verder heb ik me gewoon chill gekleed, want ik dacht, ik wil gewoon veel wandelen en veel van Parijs zien. Dus ik doe chille schoenen aan en ik ben oké. Hey cutie! Check deze laarsjes van Anne. Zo gezellig. Echt een mooie plek weer dit. Deze blending Balenciaga. Lievelings, dit zijn merengue bolletjes. Hoe leuk is zo'n doosje ook? Mijn droomtentje. Het heet Au Merveilleux en ze hebben allemaal soort schuimbollen en kaartjes. Oh, daar gaan we. Lievelings. Ik zag het gewoon op de kant. Super lekker.
Oh my god. Lekker? Welke heb jij uiteindelijk? Met nootjes. Een soort gekarameliseerde mini-nootjes. En is het heel fluffy merengue. Met een beetje room erin. Zo lekker! Wow. Lekker aan de wandel naar Colette. Een van de leukste conceptstores die gek genoeg dicht gaat. Snap jij dat, Anne? Nee. Nee, toch? Ze hebben echt hele toffe, unieke dingen altijd. Vette boeken, mooie kleren. Ook wel betaalbare dingen, dus ik begrijp het niet zo goed. Maar het is leuk om hem nog even te zien voordat het weg is. We lopen al een half uur of 40 minuten in de zon. Een beetje door de stad te banjeren en het maakt me heel gek. We sluiten de dag af bij Café Charlotte. Onze lievelingstentje waar we elke Fashion Week als we hier zijn. Waar we toe gingen. Lekker met pasta's. Het verhaal delen van die man. Ja. Er zit zeg maar tegenover ons echt een hele irritante man. En ik vroeg dan een keer zitten en zei hij nee, er zit hier iemand. En toen dacht ik, er zit hier helemaal niet iemand. En zijn jas zit daar gewoon. Ja, hij heeft zijn jas. Ik heb al zoveel stink-ijs gegeven dat ik gewoon niet meer mijn ogen kan maken. Hij heeft zijn jas over een stoel hangen. En dan, daardoor is het een hele andere tafel bezet. Vet lekker plekje in de zon. En er komt gewoon niemand. Hij heeft een rekening al gevraagd. Hij is heel interessant te praten. Het is zo asociaal. Maar wat heerlijk deze dag. Echt een kleur. Ik pak één friet van jou. Pasta. Lekker broodjes, frietjes uit de chocolade.